Het eerste elftal van Per Hout Almelo is pas net over de helft van de competitie. En met 13 winstpartijen uit 13 wedstrijden is het eigenlijk al wel zeker dat ze kampioen gaan worden. Ze kunnen vandaag zelfs het 100ste doelpunt scoren deze competitie. Hiervoor moeten ze de 7 maken tegen de blauw-witte uit Borne, een laagvlieger uit de vierde klasse. 7 doelpunten lijkt veel, maar voor PH met een gemiddelde van 7 doelpunten per wedstrijd valt het eigenlijk best mee. Zijn die tegenstanders nou zo slecht of zijn jullie nou zo goed? Ja, ik moet zeggen, de tegenstanders zijn wel onder ons niveau. Maar ik moet eigenlijk zeggen dat we ook elke dag, elke wedstrijd, elke training 100% geven. Conditioneel zitten wij erg goed in elkaar. En dan zie je ook dat wij 90 minuten lang volle bak kunnen en dat de tegenstander na 60 minuten al meer energie heeft dan wij. Ja, het gaat allemaal zo makkelijk en jullie scoren al 7 doelpunten gemiddeld per wedstrijd. Blijft het wel leuk? Ja, het blijft hartstikke leuk. Elk doelpunt voelt wel lekker. En we hebben ook een topscorer, die vindt het ook weer lekker om bovenaan te staan in de krant te staan elke week. En je boekt elke week succes en onze doelstelling is ook tweede klas, eerste klas. Dus als we op deze manier doorgaan, dan lukt dat wel denk ik. En denk je dat vandaag het 100ste doelpunt gaat vallen? We hebben het in de bespreking over gehad. Het is wel een doelstelling voor ons, dus ik denk wel dat die gaat vallen vandaag. En die doelstelling werd ook behaald. Al in de 5e minuut werd het 1-0, waarna het hard ging. Het vreugdedansje, dat was van tevoren bedacht, denk ik, hè? Dat was van tevoren bedacht, ja. Ach ja, als het 100ste doelpunt is, dan moet je een beetje gek doen, toch? Dat hoort erbij. En nu nog een extra feestje? Extra feestje, derde helft is altijd belangrijk natuurlijk. Je weet hoe dat gaat. Bij PA wordt het altijd goed gevierd. De zon in je hand, ze zijn de